Kijk maar naar dit randje. Het is ongelofelijk. We hebben 4 goede pools in deze box. En de laatste pool in deze video is... Wow! Yo, Nintendo fans. Het is weer tijd om Pokémon-kaarten uit te pakken. De vorige keer had ik deze hele zieke Pikachu en Zekrom GX-kaarten. En nu heb ik deze hele zieke Reshiram en Charizard GX-box. Als je mij op TikTok volgt, dan had je dat trouwens al kunnen weten. Hier zitten maar liefst 10 pakjes in. En natuurlijk die vette gouden kaarten, dus we gaan ze snel uitpakken. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. Want dan mis je nooit een hele vette video op dit kanaal. Holy moly jongens, kijk hoe vet deze gouden kaart weer is. Eigenlijk hebben we nu gewoon onze eerste Charizard kaart al te pakken. En ik hoop dat er in deze doos nog een Charizard kaart zit. Kijk eventjes jongen. Oh, zo cool. Deze dozen zijn zo vet. We hebben in deze doos 2 Vivid Voltage pakjes, 5 Chilling Rain pakjes en 3 Evolving Skies pakjes. Dus genoeg kans op een hele vette Charizard. We beginnen met Vivid Voltage. Heel vaak heb ik aan het begin en aan het eind een goed pakje. Dus let's go. Hopelijk dat we nu ook weer lekker beginnen. We beginnen met Galvantula in een Spiderweb. Een Go-Goat. De Wyndham Stadium. Milkery. Dan hebben we hier Skiddo. We hebben een Eevee met vallende sterren. Deze kaart vind ik leuk. Oh. We beginnen gelijk goed. We beginnen gelijk goed. Ik zie het alweer. Ik moet het altijd spoilen voor jullie, jongens. Dat is niet leuk. Daar moet ik echt mee stoppen. Maar na deze Shuppet en na deze... Reverse Aromatic Energy... hebben we al onze eerste hele vette kaart. In Vivid Voltage. Wat gaat het zijn? Ah, Pokémon Center Lady. Wat cool. Deze is superleuk. In het eerste pakje is het gewoon gelijk... Bam! In één keer raak, jongen. Pokémon Center Lady hebben we nu al binnen. Ja, en dit gaat eigenlijk nu al gelijk hartstikke goed. Deze kaart is tussen de 10 en de 15 euro waard. Dus dit is gewoon echt een prachtig begin. En met een heel leuk kaartje. Laten we kijken of het tweede Vivid Voltage pakje net zo goed is. We begonnen net ook met de Fire Energy, dus dat belooft wat. We hebben hier Delmice, een Rocky Helmet, Alistair. Dan hebben we Diddenne. Ik moet ze niet allemaal tegelijk pakken. Leuke kaart trouwens van Pikipek. Deze is wel vet. We hebben Chewtle. De volgende kaart is Riolu. Een Chimekko. Een Metagross Reverse. Dat is ook niet verkeerd. Dat is een hele mooie reverse. En als laatst. Oké. Een Mudsdale. Dan gaan we door naar Chilling Rain. En hier zitten ook zulke vette kaarten in. Ik hoop natuurlijk op die hele, hele vette Moltres kaart. Dit codekaartje mogen jullie hebben. Let's go Chilling Rain. Oh, gelijk beginnen we met Hunter. Dat vind ik best wel een coole kaart. Ik vind sowieso Ghastly Hunter Gengar heel vet. De tweede is een Celio. Melanie. Dan hebben we hier Rockruff in de sneeuw. Super cute. Leuk Rockruff kaartje. Shuppet Single Strike. Een Cast Form, de Snowy Form. Oh, Ghastly hebben we ook. Oh, doe maar die Gengar kaart dan. Gooi maar Gengar kaartjes. Kefu is de volgende. De reverse. Golet. Kom maar. Gengar, Zapdos, Moltres. Ik vind het allemaal goed. Het is Dugtrio. Deze heb ik nog niet trouwens. Ik vind het wel... Ja, het is wel een geinig kaartje. Love it. Daar kan ik ook gewoon blij mee zijn, weet je wel, als ik hem nog niet heb. Let's go, volgende pakje. Steel-type Energy, een Heatran, Laren, een Steenie met, ja, weer die Vincent van Gogh artstyle, die ik altijd super cool vind. Dan hebben we hier Castform, de Sunnyform. Vervolgens hebben we een Sfeel, een Rockruff Single Strike. Dan hebben we hier Hatena, Shuppet, Reverse Greedent. En als laatst... Weezing. Stink Pokémon. Volgende pakje Chilling Rain. Met een Clara beginnen we. Hunter hebben we weer. Die hadden we net ook. Flannery. Die heb ik nog niet volgens mij. Een Ledyba. Squawet. Die hier een beetje met zijn kont staat te schudden. Dan Crabrawler. Die met je wil boksen. Een Grookey. Die met je wil trommelen. Een Scorbunny. Die graag een sneeuwbal met je wil maken. De Weeding Gloves. En Reverse. Banet. Dit is gewoon geen holo rare kaart of zo. Maar hij is best wel sick, man. Kijk die ogen van Banet. Hij is helemaal gek hier, joh. Oké, weer best wel een vette kaart. Maar nu wil ik even een goede pool in Chilling Rain. Jullie krijgen de codekaart. En dan beginnen we met een Fighting Energy en een Wurlipeed. Seabolt is de volgende kaart. Laren, die hadden we net ook al. Hatena hebben we dan hier. Sobble, die aan het mediteren is tussen het water of zo. I guess. Gekke Sobble. Een Bounsweet. Een Furfru. Ik heb deze Pokémon nog nooit gebruikt. Larvesta is de volgende. Een Drizzle. Reverse. En als... Oh, ja hoor.
Shadow Rider Calyrex V. Oeh, sickie, sickie. Ja, ik had ook nog nooit een Calyrex kaart gepoeld, dus het is gewoon dik prima. Het is trouwens best wel grappig dat de Shadow Calyrex V meer waard is dan de Shadow Calyrex V Max kaart. Dus deze is 8 euro waard ongeveer. Dus een prima kaartje om erbij te poelen. Lekker. We hebben 2 goede pools nu uit 6 pakjes. Dat betekent dat hier nog minimaal 1 goede kaart in moet zitten als we zo doorgaan. En we hebben nog 1 Chilling Rain pakje. En we beginnen met een Fire Energy. Dan hebben we hier Brawly, Celio die we net ook hadden, Clara, Gasform, de Snowy Form hadden we net ook, Gastly hadden we net ook, Kefu hadden we net ook, Athena hebben we ook al gepoeld, deze Sobble hebben we ook al gepoeld, Leddy bij we niet in reverse en als laatste een Gallade. Maakt niet uit. Want nu komt mijn favoriete serie in deze box, namelijk Evolving Skies. Die vind ik zo vet. De codekaart is weer voor jullie. En tot nu toe hebben we uit elke serie 1 goede kaart gepoeld. Dus ik weet dat in deze serie ook een goede kaart gekomen. Na Crystal hadden we een Rescue Carrier, de Crystal Cave, een Teddy Ursa die tussen de bloemetjes zit, een Mareepy, een Zorua, Tentacool, een Hoppip, een Golduck Reverse, coole kaart, en als laatste, Talonflame is wel een van mijn favoriete Pokémon. Ik vind Talonflame super sick. Maar volgens mij is het er geen full art Talonflame in deze serie, hè? Daar zou ik eigenlijk ook best wel blij van worden. Oké, let's go. Is dit weer een gelukspakje? We gaan het zien, want we beginnen met een Fire Energy, de Rescue Carrier die we net ook hadden, een Scrafty, Ursa Ring, Wobbuffet Single Strike, een Love Disc, Dwebble, Hippopotas, Zorua, Reverse Crafty. En als laatste, Gerbador V. Dit is toch gewoon weer een goede pool, jongens. Hij is alleen geen drol waard. Ongeveer 50 cent. Ja, wat wil je ook. Het is een vuilnisbelt Pokémon. Daar geeft niemand heel veel geld voor, toch? Maar ik vind hem best wel cool. Ik vind het wel een leuk kaartje om erbij te hebben, hoor. Nice. En dan het laatste pakje. Waarin de grote vraag is of we het beste weer voor het laatst hebben bewaard, jongens. Doe alvast die duimpjes omhoog als je hoopt dat dit een mooi pakje is. En dan gaan we kijken. Nuzleaf, Ice Cube, Mareep, Scraggy, Drowsy, die hele leuke kaart, Feebas, Slackert, die hier aan een richeltje hangt, Stoutland Reverse, en als laatst, er zit weer wat moois in. Kijk maar naar dit randje. Het is ongelofelijk. We hebben 4 goede pools in deze box. En de laatste pool in deze video is... Wow! Glacian V-Max Rainbow Rare. Het is ook nog echt de ziekste kaart ook in deze video. Aan het begin en aan het eind. Je weet het, je moet gewoon heel deze video kijken. Iedere keer. Man, dit is bizar. Glacian V-Max, ik heb hem even snel gesleeved, deze Rainbow Rare kaart. Jeetje jongens, deze pakjes zaten echt vol met goede kaarten. We begonnen natuurlijk met de Pokémon Center Lady van ongeveer 15 euro. Daarna hadden we Calyrex V, die ook ongeveer 10 tot 12 euro waard is. Heel lekker kaartje. Garbodor, nou goed, die was helemaal niks waard, maar die is wel leuk. Glacian, 15 euro. De V-Max Rainbow Rare kaart, heel nice. En ook deze is ongeveer 10 tot 15 euro waard. De Reshiram en Charizard GX Gold kaart. Man! Wat een vette pools. Gewoon niet 1, niet 2, niet 3, nog ineens 4, maar 5 hele dikke kaarten. Als dat geen duimpje en een abonnementje waard is, dan weet ik het ook niet meer. Dus doe dat en zet het belletje aan, want dan mis je nooit een video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende vette video. Mazzel!